te proberen natuurlijk. Daar is hij. Daar is hij. Ja, onder die boom. Mijn naam is Marco de Pauw. Ik ben professioneel natuurfotograaf en ik woon tegen de biesbos aan. Hier maak ik zo'n beetje ander werk. Ik zoek geen reden om naar een ander gebied toe te gaan. Tenzij er iets is dat ik denk van ja, dat wil ik. Dat lijkt me wel. Ik denk dat je beter gaat fotograferen als je je gebied goed kent. Uitdiep. Elke boom, elk hoekje, elk beestje, elk polletje en elk stukje riet, als je dat kent. En uiteindelijk denk ik dat het naar betere foto's gaat leiden. Ik kom van school af en dan wordt er gezegd, je gaat gewoon werken. En ik kom uit een gewoon normaal arbeidersgezin en in eerste instantie gewoon werken, dan is dat iets met je handen doen. Maar ik kon mijn draai gewoon niet vinden. Al heel lang heb ik naar lopen zoeken van wat wil ik nou. Heb ik allerlei verschillende banen gedaan, in de horeca gezeten, taxichauffeur geweest, in de fabriek gewerkt, polyesterkano's gebouwd. Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb het wel gedaan. Toen ben ik uiteindelijk aan de slag gegaan als schoolfotograaf. En uiteindelijk de directeur van dat schoolfotobedrijf, die nam me mee naar het buitenland om daar te gaan fotograferen. En ik ben opgegroeid hier in de biesbos, dus als klein ventje. Toen liep ik nog in de luiers, toen zat ik hier al in de biesbos. Dus die biesbos die zat toch wel in me. En eigenlijk op een hele speelse manier ben ik op een gegeven moment in die natuurfotografie terechtgekomen. Gewoon voor de hobby. Omdat ik dat zelf leuk vond. En toen kreeg ik al heel snel van mensen te horen van joh, daar ben je toch wel best goed in. En ik begon er steeds meer plezier in te beleven. En toen was ik op een gegeven moment in het Natuurhistorisch Museum in Leiden. Bij een expositie van een fotograaf. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is wat ik wil. Dit is mijn kwartje. En mijn vrouw, die zei toen tegen mij van, ik zeg, ja, weet je, hoe ga je dat nou doen, weet je wel. Ja. Ik zeg, weet je wel, dan moet je echt hele dure fotoapparatuur aanschaffen. En toen zei ze van, ja, je hebt toch gespaard, dus waarom doe je het niet? Als je het niet probeert, dan weet je het zeker. Dus toen heb ik uiteindelijk groot de stap genomen. Vanuit die schoolfotografie ben ik toen als natuurfotograaf verder gegaan. En zo ben ik dat gaan opbouwen. En ik kreeg van heel de wereld te horen dat me dat niet zou lukken. En dat dat niet zou kunnen. En dat het niet mogelijk was. En weet ik het wat, van heel veel gasten en ook een hele hoop mensen die zeiden van joh, dat lukt je wel. Maar er waren ook een hele hoop die waren niet zo positief. Ik ben ondertussen al redelijk wat jaartjes verder en ik denk dat ik het tegendeel bewezen heb. Je gaat elke keer voor jezelf een stapje verder om het niet alleen moeilijker te maken, maar bijzonderder te maken. En een foto moet voor mij iets extra's hebben. Er moet iets in gebeuren waardoor je denkt van wauw. Maar het allerbelangrijkste aan een goede foto nog steeds is het licht. Het licht. Het licht, het licht. En dat in combinatie met een mooie achtergrond. Het ligt een beetje aan natuurlijk hoe je hem wil fotograferen. Maar dat is, het moet een extra dimensie hebben. Een extra spanning. En mooi licht. Ja. Hij komt gewoon terug naar het zo. Hij zit nog steeds hier in die boom. En normaal zie je hem nooit. Ik heb al zo vaak zitten kijken. Kijk, daar heb je hem weer. Daar heb je hem. Nou gaat hij in het licht. Hij gaat in het licht. Blijf zitten. Oh, dit is wel heel gaaf. Dit is gaaf. Dit is gaaf. Stil zitten hoor. En weet je wat dan leuk is? Ik zit te rammen nou, je hoort die sluiter van mij. En waarom ik zit te rammen? Dat is eigenlijk omdat ik hem wil hebben dat hij precies zijn bekkie open heeft natuurlijk. Want
beste natuurfotografen kom uit Nederland. Heb ik een keer op een internationaal natuurfotofestival die bom heb ik in het water gegooid, of die steen. En dat is, daar bedoelde ik mee te zeggen dat hetgeen wat ik op het internet langs zie komen van de fotografen, hobby, professioneel, maakt allemaal niet uit. Daar heb ik wel echt heel veel bewondering voor dat mensen dat maken in dit kikkerlandje. Want als jij bijvoorbeeld in Noorwegen woont, je doet je ogen dicht en je gaat naar boven op zo'n berg staan en je draait een rondje en je schiet 10 beelden per seconde. Dan zitten er van die 40 foto's die je op dat moment maakt, zitten er gewoon 5 goede platen tussen. En als je dat hier in Nederland doet, dan heb je er een kerktoren op, een elektriciteitsmast, een stuk prikkeldraad en altijd iemand met een rood jasje. Dus op de een of andere manier, weet je wel, moeten de Nederlandse natuurfotografen moeten veel creatiever en veel creatiever zijn om dat maximale uit een natuurfoto te halen. En daar bedoel ik mee te zeggen, de beste natuurfotografen komen uit Nederland, dat is natuurlijk een beetje geintje. Maar het is wel zo dat er wel heel veel creativiteit hier in Nederland zit. Ja, hoe gaaf is dit dan? We zijn onderweg naar de Futen. Dan komen we deze bever tegen. Een schitterend mooi licht. Het zit vlak naast de boot. Strandzwemmen, perfecte setting zo. Mooi lichtje erbij. Wat wil je aan meer? Echt een mooi beest. Bevers kijken altijd chagrijnig, hè? Moet eens op letten. Bevers kijken altijd chagrijnig. Komt het gewoon omdat ze mij zien? Dat kan ik ook. Ja, daar is het in. Kom. Was te proberen natuurlijk. Nou ja, goed. Ik probeer wel eens wat. Ik ben gelijk kapot. Nou, die actie van de net. Dat is natuurlijk een spontane actie. Dat ding dat was nog helemaal niet af. Ik heb een soort drijvende schuilhut voor mezelf gemaakt. Dat was het idee wat ik had. Dan wil ik eigenlijk ook gaan kijken of dat nu bij de Futen te doen is. Ik moest dat ding nog helemaal camoufleren. Die ligt gewoon kant en klaar. Ligt hier in mijn boot. Dus ik denk als die bever zo dicht bij de boot komt, was mijn plan om in dat ding te gaan zitten en te kijken of ik misschien een groothoek van hem kon maken. Maar het ging not according to plan. Dus we hebben er alles aan gedaan om die opname te maken. En jullie zagen nu de making of die niet lukte. Dus dat is ook het verhaal van natuurfotografie. Spontane dingen, ja, dat lukt bijna nooit. Dingen moet je helemaal uitplannen, uitdokteren. En dan zelfs dan lukken ze vaak niet. Heel veel mensen denken dat je die beelden gewoon op een woensdagmiddag gewoon even gemaakt hebt. En dat is niet zo. Er zitten vaak heel veel dagen, uren, maanden, soms zelfs jaren zitten in een beeld. En soms zit het mee. Dus ja, als je het niet probeert, dan weet je zeker dat je hem niet hebt. Dus vandaar dat ik nu dacht van ja, hij komt zo dichtbij en hij blijft zo rustig. Als ik nou onder dat ding kan gaan liggen en ik kan er een groothoek van maken, had het natuurlijk wel heel erg gaaf geweest. Maar nee, ging niet. Ja, wel geprobeerd. Nou gaan we wel naar de Futen. Ik zit ondertussen in mijn duikpak als een soort robot. Alles zit veel te strak. Ik heb een promo muts op. Die zat gelukkig nog in deze jas. Dan zat ik nou helemaal kapot gegaan van de kou. Ik heb, als ik dit soort fotografie doe, heb ik altijd een vlotje bij me. Zo'n klein vlotje, dat maak ik gewoon van isolatiemateriaal. Harde persing, isolatiemateriaal, dus geen piepschuim. En daar doe ik dan 2 plaatjes hout op. Dat schroef ik aan elkaar vast, ik krijg een soort sandwichpaneeltje. En waarom, als ik nou door de biesbos heen ga en je valt om of je zakt in één keer weg, dan heb je niet per definitie gelijk je spullen op je nek. Dan doe ik er een klein stokje aan en dat kan ik dan zo in de modder vastprikken zo. En dan kan je gewoon zo op deze manier kan je dan vervolgens je statief neerzetten en je spullen erop doen. En het geeft je wat meer veiligheid, meer zekerheid. Ook al ziet het er een beetje knullig uit. Ik heb trouwens, normaal heb ik een ietsje dikkere.
Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Waarom fotografeer ik hier niet op? Want er zijn gasten die zweren erbij om op zo'n vlot of op een drijvende schuilhut te fotograferen. Ik vind het niet fijn, want je camera, je hebt helemaal geen controle over je camera. Je camera die dobbert heel erg. Dus ik heb gewoon een oud Manfrotto statief. Dat is gemaakt van aluminium pijpjes. Dat kan niet stuk gaan op deze manier. Dus dat gebruik ik gewoon altijd als waterstatief. En dat werkt voor mij het beste. Dus dan zit ik zelf ook in het water en dan zet ik mijn statiefje zet ik zo naast me neer. En dit is mijn koffietafel, mijn drijvende koffietafel. Dus ik kan zelfs nog een jerrycan mijn koffie meenemen. Ik zou wel denken waarom ik een petje op heb. Dat is om mijn handen te drogen. Een badpak en een petje. Super sexy. Maar dat is om mijn handen te drogen. Zo. Ik heb even iets meer afstand genomen. En de reden ervoor is, ik denk dat ik net te dichtbij bij het tweede koppeltje zat. Degene die op het nest zit, die zit er gewoon. Door nu afstand te nemen, die boom die zag er heel verleidelijk uit, vond ik ook lekker op zitten, luie donder die ik ben. Maar door net even iets meer afstand te nemen, denk ik dat ik nu wel betere foto's ga maken. Ik zie net in de verte, echt heel ver in de verte, zie ik de partner aankomen van het koppeltje waarvan de een nu op het nest zit. Die is onderweg hier naartoe. Die zie ik echt in de verte daar. En ik verwacht dat die elk moment hier weer kan komen. En het is gewoon ook een kwestie van tijd investeren. En heel eerlijk gezegd gaat het nu eigenlijk voor vandaag gaat het een beetje te snel. Deze plek die wist ik. Ik had eigenlijk een andere plek in gedachten. Maar door de lage waterstand konden we daar niet aan de gang. Dus we moeten improviseren. En eigenlijk voor dit soort fotografie, dat moet je gewoon een maand of wat vooruit trekken, weet je wel. En dan moet je van verre afstand beginnen. En dan zijn ze uiteindelijk helemaal aan je gewend. Dat zag je er net ook. Dan komen ze ook al heel dichtbij. En dat gaat nu ook wel lukken, alleen het duurt nu gewoon even. Vuut is natuurlijk best wel een veel voorkomende vogel. En ik hou er heel erg van om gewone onderwerpen op een bijzondere manier te fotograferen en vast te leggen. En ging ik eens een keer een vuut echt goed bekijken. En ik vind de vuut een van de allermooiste vogels die er zijn. Vooral als ze in die bal zijn en die kraag opzetten. En met die kleuren in die kop. En dat fascineerde me gewoon heel erg. En vooral 's avonds met zacht licht. Dan vind ik ze op z'n allermooist. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga die vuut eens een keertje echt mooi fotograferen. Kijk, daar komt hij aan. Kijk, die komt wel dichterbij hoor. Daar komt hij aan. Handjes hoog. Sterk scherp stellen op het riet in de voorgrond dat je al goed zit met je autofocus. Het is een kwestie van wachten. Kijk, daar komt ze aan, daar komt ze aan, daar komt ze aan, daar komt ze aan. Nestmateriaal in zijn bek. Zo in zijn snaveltje, nestmateriaal erbij. Precies goed dit. Nou heb ik hem 1,7 stop onderbelicht. 1,7, dat is best veel. En deze vuut die is super territoriaal. Die zit continu iedereen en alles weg te jagen. Kijk, dan komt hij eruit. Bam, onder water. Het kan makkelijk zijn dat hij die meerkoet gaat aanvallen. Ik vind die meerkoet wel niet leuk. Ik wel. Waar is die? Waar is die? Kijk, daar is die, daar is die, daar is die. Kijk. Komt er hier een van links achter en nu kan ik niks meer doen. Nu moet ik doodstil blijven zitten. Pak naast me. Die komt me nu bekijken. Wie ik ben en dat ik er nog steeds zit. Kijk, duikt die onder. Waarschijnlijk komt hij hier ergens boven.
daar is hij. Ziet de visjes bewegen. Oh, kijk eens mooi. Kijk eens. Hé, hey, kom je even bij me kijken. Dit is nou precies waarom je een zoomlens moet hebben. Om het kunnen fotograferen. Maar dit is te dichtbij voor mij. De 300-800 dB probleem. Ik kan maar op 6 meter afstand scherp stellen. Kijk hoe mooi. Oh, echt gaaf. Ja. Doe goed zo. Huppatee, je was weer een uitschiet. Ietsje minder onderbelichten. Ik denk, nee, waar ben je? Ja, kijk, dat is mooi dit. Elke workshop die ik doe, bak ik pannenkoeken. Dan ga ik met een mannetje of 10 op pad. Dan ga ik lekker pannenkoekjes bakken. Vooral in de winter is het hartstikke lekker. Pannenkoekjes bakken. Want dan is het een beetje koud. En dan heb je een tijdje op de boot gezeten. En dan is het niks zo lekker als een vers gebakken pannenkoek. Ik zou je vertellen. Als ik niet meer ga fotograferen, dan ga ik een pannenkoekenboot beginnen. Ik kan ondertussen een aardig pannenkoekje bakken, kan ik je vertellen. Kijk, het is echt heel ondiep hoor. Kijk, hier is het zand. Kijk, dan sta je nog tot aan je enkels toe erin. En hier duikt het in één keer naar beneden. Dus dat is een goede plek om de boot in te stappen. Zo. En dan kennen we weer verder. Nou ja, voor de helft. Ik zit nog steeds met mijn schroef half op de motor. Of op de... Zo, ik ben vanaf 4:30 vanochtend bezig. Ik vind het wel best, ik ga naar huis. Ik heb wel zin in een wijntje. Dat heb ik wel verdiend ook.